Komende zondag speelt Feyenoord de bekerfinale tegen AZ in de eigen Kuip. Maar zondag is het even niet de eigen Kuip, want de KNVB neemt voor één dag het stadion over. Dat betekent dat er een paar dingen veranderen voor zowel spelers als supporters. En die paar dingen ga ik je nu laten zien. Dit loopje is natuurlijk bekend voor de jongens. De gang naar de kleedkamers. Feyenoord speelt een uitwedstrijd komende zondag. Dat betekent dat ze in het uittenu gaan spelen met groene broek en groene sokken. Ze zitten wel, ondanks dat ze een uitwedstrijd spelen, in hun eigen kleedkamer. Dus dat is mooi vertrouwd voor de jongens. In de spelerstunnel verandert voorafgaand aan de wedstrijd niet zo heel veel, maar direct na de wedstrijd wel. In de spelerstunnel wordt direct de bekerwinnaar en de datum bijgeschreven. Maar wordt dat aan de rechterkant of wordt dat aan de linkerkant? We hopen natuurlijk aan de linkerkant, want daar komen alle finales te staan die de beker voor Feyenoord opleverden. Bij binnenkomst in het stadion is het eerste dat opvalt dat alle Feyenoord-uitingen zoveel mogelijk zijn weggewerkt en vervangen door uitingen van de KNVB. Dus nog meer dan anders is de kleur van het stadion zondag blauw. Zoals gezegd speelt Feyenoord dus een uitwedstrijd komende zondag in de uitenu's, maar zitten wel dus in hun eigen kleedkamer op een vertrouwde plek. Dat geldt niet voor de trainers en wisselspelers tijdens de wedstrijd. Zij zijn het gewend om aan de kant van de Willem van Hanegem tribune te zitten. En nu zitten ze in de dugout aan de Gerard Meijer tribune. Dus trainer Giovanni van Bronckhorst gaat de wedstrijd bekijken vanaf deze plek. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, de supporters. Misschien wel het belangrijkste. Zij zijn de komende zondag met ruim 17.000 seizoenkaarthouders aanwezig. En zij zullen Feyenoord gaan steunen in wat hopelijk een gouden avond gaat worden.